Zou het niet ontzettend makkelijk zijn om een robot te hebben die de hele huishouding voor je doet? Daar is dus een game over gemaakt genaamd Chibi Robo speciaal voor de GameCube. Bekijk nu de review en oordeel zelf of deze robot echt de moeite waard is. Hoe vaak hoor je wel niet van je ouders dat je je rotzooi al moet ruimen? Dit doe je natuurlijk niet, omdat je veel liever een leuke game gaat spelen. Een game als Chibi Robo voor de GameCube, waarbij het de bedoeling is om rotzooi op te ruimen. Hoe leuk kan het zijn? Nou, blijkbaar heel leuk, want ik heb me prima vermaakt. Nou, smaken verschillen. Maar voordat we met deze hevige discussie gaan beginnen, leg anders eerst even uit wat precies de bedoeling is. Nou, het is een heel verhaal, dus ik begin gewoon bij het begin. Je hebt de familie Sanderson, dochtertje Jenny. Jenny krijgt daar van haar vader een klein robotje. En die robot, daar gaat het allemaal om, die heet Chibi. Chibi Robo. En ja, die robot wil iedereen blij maken, dus die gaat het huis opruimen. Die gaat het huis opruimen en die moet happy points winnen voor een rankinglist. Ja, want er zijn zoveel Chibi Robo robots op de wereld. Er wordt een lijst bijgehouden, wie is de beste robot. En door happy points te verzamelen kom je hoger te staan op die lijst. Logisch. Het spel is traag en ja, ik snap het doel van het spel niet. Opruimen, mensen gelukkig maken. Ja, en je hebt de woonkamer, je hebt dan de kelder, heb je dan de keuken en de tuin en ja, that's it. Ja, je hebt die verschillende kamers en die moet je ja, vrij spelen als het ware. Maar jij praat over het spel alsof het echt, jij wil missies. Jij wil zo, de wereld is gered en drie mooie vrouwen voor mij. Nee, het is gewoon een chill-out game. Je gaat op de bank zitten, je pakt dat spel. Dit is geen chill-out game, want je erger je alleen maar aan. Zo'n trage game, hier moet je echt veel geduld voor hebben om deze game te kunnen spelen. Dit is niet een spel wat je lekker oppakt en je gaat het lekker spelen. Juist wel. Ik geniet ervan. Ik zit daar, al die leuke klanken, die voetstapjes over de grond, dan hoor je van die muzieknootjes. Kling, ting, 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 ting. Ja, dat vond ik ook zo lelijk. Ja, er zit geen geluid en geen echte muziekscore bij, maar steeds al een lol bij. Toen, 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 toen. Dat werkt er gewoon zo irriterend aan mij. Wat ik heel irritant vond, is die stekker die je achter hebt. Je hebt een accu in je en die gaat na zoveel tijd gaat die leeg. Ja, dan moet je een stopcontact opzoeken ergens in de kamer en dan moet je weer opladen. Ja. Dat kost gewoon veel tijd. Als je net bezig bent om een hele hoge kast te beklimmen, ja. En je bent aan het puzzelen van hoe kom ik daar toch helemaal bovenop. Ja, je bent er bijna, je stroom is leeg, dus wat moet je doen? Je moet naar beneden vallen om je weer op te laden. Dat werkt er gewoon irritant. In het begin wel, maar naarmate jij die happy points verzamelt, kom je al vrij snel zo hoog op de lijst dat je wordt beloond met een extra grote accu. En dan is die accucapaciteit zo verdubbeld en dan kun je echt gaan en staan waar je wil. Ja, maar wat vond je nou echt het meest geweldige aan deze game? Ik denk gewoon, één ding zegt hij, de hele uitwerking. Het is gewoon van voor tot achter goed en dat bevalt me. Aan de ene zijde heb je die vage stemmetjes, maar de graphics die sluiten er ook weer heel mooi aan. Allemaal heel kleurrijk en heel speels. Maar je zijn er wel de graphics, maar de graphics zien er niet zo goed uit. Zelfs voor een GameCube-titel niet. Dat ben ik met je eens. Gelukkig doet het geen afbraak aan de speelbaarheid of hoe leuk het is. Maar het ziet er niet geniaal uit, dat ben ik met je eens. Om Chibi Robo te spelen heb je behoorlijk veel geduld nodig. En voor deze game kon ik dat geduld niet opbrengen. Chibi Robo is met zijn typische Nintendo gameplay het beste excuus om je GameCube nog één keer onder het stof vandaan te trekken. Eindelijk heeft Michiel de Playthrough Crew kunnen bereiken, maar zullen ze op tijd komen? Of gooit Game toch nog goed in het eten? Kijk nu naar het spannende vervolg van PlayTV en ontvoering door Game Man. Stop, kom! Pasco, weet je zeker dat het goed zijn gereden? Dit moet de weg zijn. Jongens, we hebben geen tijd om foto te maken. Waarom heb ik helemaal geen foto gemaakt? Pasco heeft gelijk. Kijk daar.
Tracker Klasse, we hebben ze gevonden. Kom jongens, we moeten afschieten. We hebben geen tijd met de politie. De plek waar we afgesproken hebben is die kant op. Dus laten we daar naartoe gaan. Weet je zeker dat dit de plek is waar Michiel het over had? Volgens mij wel. Volgens jou? Dus het kan ook de verkeerde plek zijn. Jongens, het lijkt me een beetje vreemd als Michiel hier nu te laat komt. Ja, maar Michiel kennende is hij weer te laat. Maar stel je voor dat deze plek niet de plek is. Ja, volgens mij is er nog één andere mogelijkheid waar hij zou kunnen zijn. Volgens mij is het die kant op. Laten we gaan kijken. Time flies when you're having fun, want inderdaad, het zit er weer op voor deze week. Maar niet getreurd, volgende week zijn wij er weer. Tot die tijd kun je gewoon onze website bezoeken, www.play-tv.nl, voor de leukste specials en al onze eerdere afleveringen. Dan sluiten we nu af met beelden van het tweede deel van die Over the Head special die je volgende week in ons programma te zien krijgt. Ik zie je dan, tot play. Mazzel! How great I am. Gotta tell myself, yeah, I'm a man. Scrim right now. Pretty soon we'll be laughing about it. Ooh, it's alright. Yeah, it is, I swear you'll see. It's not really. Yeah, it's alright. Cause I've always got my family of me. It's not a first. Might be the last. Sure, I must have been through worse, but ooh, it's alright. Got a paddle and a creek. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jaggle.nl, Twentse Courant-Tubantia, Crossroads, PlayPaper.nl, OneToGame.com en Kruidbracht.com.